Maar het probleem was, het interview gebeurde in Parijs. Ja. En haar achterwerk had een beetje last van jetlag, denk ik. Het was een beetje moe. En kon je dat zien? Dat zie je zo. Ja? Dat zie ik zo. Ik zie dat zo dat dat bij u oké is. Geen probleem. Het is ook niet verwonderlijk dat ze moe was, omdat ze na Kathy Lindekes is Lopez of Jennifer, J-Lo, zoals ze zeggen. J-Lo. Is er ook de hardst werkende vrouw ter wereld. Ja. Ze heeft een eigen restaurant, een eigen parfummerk, een eigen kledinglijn. Ze is zangeres en actrice. Enfin, ze heeft het bijna zover geschopt als Veronique de Kok. Met het verschil dat Veronique uit het mondaine Schoten afkomstig is. Ja. En J-Lo uit een van de kansarme wijken in de Bronx. Dat is toch een klein verschil, hè? Ja. Vind ik wel. Veronique houdt niet altijd haar kleren aan, zal ik maar zeggen. Is dat ook een gelijkenis met J-Lo? Eigenlijk wel. Want ze zeggen, waar J-Lo ook verschijnt, er is altijd iets te zien. Een blote bil, een beetje borst. En wat heb jij dan mogen zien, Erik? Nu mag ik je wel. Dat ga je meteen kijken. En een reepje rug laat ze ook zien. En ze zegt daarover, het is niet omdat je een sexy jurk draagt, dat je ook een slet bent. Nee, daar ben ik het volledig mee eens. En jullie ook, neem ik aan. Uiteraard. En bovendien, het is een beetje een maatschappelijk probleem eigenlijk. Waar vind je tegenwoordig nog sletten? Ze zitten allemaal op Temptation Island. En daar gaat het volgende filmpje gelukkig niet over. Niet, ah. Nee. Miss Lopez. Yes. Or can I call you J-Lo? Or... You call me Jennifer if you want. Jennifer? Yeah. Yeah. And what about the J-Lo? Does it actually mean something? J-Lo is just kind of a shortened Jennifer Lopez, J-Lo, you know? It's just sexy. It sounds sexy, and that's why. No, I actually just decided to call my second album J-Lo, and it kind of stuck. Yeah. But it sounds good. Yeah. Yeah. My name is Eric. My name is Eric Van Looy. Yeah. So you can say Velo, Eric Velo or something. Yeah, yeah. It's like French for bicycle. It sounds sexy, but whatever. Really? Yeah. Yeah. Het is misschien niet van harte lachen, maar het is op zijn minst wel beleefd. Hè? Dus dat moeten we haar nageven. Vind ik wel, ja. Ja. Maar is dat een trend over die naam gesproken, van de namen af te korten? Het wordt wellicht een trend omdat het gemakkelijker is voor de boekjes. Are you a feel-good person in real life? For instance, when you wake up in the morning, do you wake up smiling or cursing? Or... Yeah, I'm a happy person. I'm not kind of a down person. Like I wake up, blah, blah, need coffee. That's not my style. I always wake up cursing, except for this morning I woke up smiling because I was going to see you. You lie. Yes, I do. How did you know that? No. The question was, do you often get corny compliments like that? Because you must get a lot of compliments. Once in a while. Oh. Yeah, I don't think as much as people think. I think I get a little bit more criticism. Really? From whom? From the press. Really? Yeah. Dat lijkt ze onweerstaanbaar grappig te vinden. De meeste mensen duiken onder als ze kritiek krijgen en zij vindt dat ongelooflijk plezant. Ja, dus is gewoon een beetje onnozel, denk ik. Of anders zat ze op iets plezants. Je weet dat nog niet. Is het niet hoog tijd om het over haar lichaam te hebben? Ik was bang dat dit nooit zou. Ik doe het voor jou. Nee, er is inderdaad heel veel te doen over dat lichaam. Het heeft ook een bijnaam, La Guitarra, de gitaar. En dat komt omdat het lichaam eigenlijk niet aan het schoonheidsideaal beantwoord. Oh. Dus om het plastisch te zeggen, ze heeft een beetje een dikke poep. Ah, ja. Of zoals een Britse journalist het uitdrukte, haar achterwerk ziet eruit alsof ze twee valhelmen aan haar billen hebben geboekt. Maar dat zijn die Britse journalisten natuurlijk. Ja, ja, ja. Of in ieder geval is die poep zeer populair en ze is er ook heel blij mee. Ze kan er ook om lachen, want toen men haar vroeg, wat vind je nou het leukste aan die poep, zei ze, dat ik er 's morgens mijn kop koffie kan opzetten. Oh ja, dat is inderdaad handig. Ik neem aan dat die gitaar dan ook verzekerd is? Die gitaar is volgens de Roddelpers verzekerd voor $300 miljoen. Wow. De Rijkswacht houdt het op $100 miljoen. Ja. Heb jij iets laten verzekeren, deze? Mijn auto, maar... Dat is geen lichaamsdeel voorlopig, toch? Nee, voorlopig nog niet. Nee. En jij, Erik? Ja, eigenlijk, dat is nogal privé, vind ik. Ah. Maar het was een hele kleine premie. Een kleine premie. We meet the woman with the most famous and beautiful rear on the planet. Is that right? And you're sitting in a chair. Yes. Yeah. Too bad for you. Yeah, I know. Do you often get that sickos who want to see your behind? Like actually? You? No. I don't know. Yeah. I may be a sicko. People ask about it, I think, are kind of weird. No. Sorry. No, it's my job. You know. I know. Yeah. I'm just joking with you. Yeah, I'm playing with you. I do feel like sometimes when I'm walking in the street or going down the hallway, that people are actually interested to see what I look like. Yeah, it's kind of funny.
So, and then when you pass them, you look. Yeah. Sometimes to catch people. Yeah. Yeah, but that's just normal. I think even if I wasn't in show business, you catch men doing that. Really? Yes. Yeah. I don't know any man like that. Yeah. Yeah. Okay. Miss Lopez, thank you for wearing this PG-rated dress. Oh. It's very good. Thank you. Okay. We almost kiss when the interview is finished. Thank you very much for meeting me. Thank you. Ja, we Belgians always kiss. Ja, fijn, ja, goed. Maar je hebt daar nog zijdig gekust. Hè? Ja. Die film trouwens, Made in Manhattan, hoe zit het daarmee? Dat is een zeer goede romantische komedie. Oh, ja. Een beetje à la Pretty Woman eigenlijk. En die is vanaf nu woensdag te zien. Ga je deze week ook nog naar Amerika? Nee, mijn geloof laat het niet meer toe. Nee, ik blijf in Europa, meer bepaald in Rome, waar ik niet de paus of de paasklokken, maar Roberto Benigni ga ontmoeten. Oh, okay. Of mijn gitaar laten stemmen, ik weet het niet. Zoiets, ja. Wie is Ben Affleck en waarom is hij een sekssymbool en jij niet? Wel, ik ben een Vlaams regisseur en hij is een Hollywood-acteur. Dat zegt waarschijnlijk genoeg. Ja, voor de rest zie ik inderdaad geen verschil. Maar vertel eens iets meer over die Ben Affleck. Hij is 31 jaar, hij is 1,89 meter groot, dus we mogen hem Big Ben noemen. En we kennen hem van films zoals Pearl Harbor, The Sum of Fears, Daredevil en... nu Paycheck, waarin hij dus weer eens met een mooie vrouw mag aanpappen, in dit geval Uma Thurman. Ik heb daar zo geen zicht op, maar heeft hij echt zoveel succes bij de vrouwen? Ja, als ik, ik merk dat aan de reacties in mijn vriendenkring... Is dat zo? Heb jij vrienden? Wel, ik ken twee Jeannette in de Wedstraat waar ik al eens mee weg. Ah, ja. En die vinden hem fantastisch. En verder heeft hij een lijstje met beroemde ex-lieven, waarop zelfs Koen Wouters en Willy Sommers samen jaloers zouden op zijn, denk ik. Ik dacht ook op staan. Maar het is Jennifer Lopez te beginnen, dat is geweten. En voorts heb ik er eigenlijk een speakbriefje voor nodig, Mark. Zo'n indrukwekkende lijst. Het is een indrukwekkende lijst. Sandra Bullock, Nicole Kidman, dus er is allemaal mee geweest. Hè. Ja. Pamela Anderson, Famke Janssen, Britney Spears, Chelsea Clinton en zelfs Mariah Carey. Famke Janssen. Ja, en de rest. Ja. Arr. Ja. En op mijn lijstje staat Mia de Vits, Annemie Nijssen, Meets Met. Het is niet echt hetzelfde. Nee. Het is niet echt hetzelfde. Mogen we zeggen dat die naam Ben Affleck, dat hij die ook wel een beetje mee heeft? En als bij wonderlijk toeval gaat daar ook het eerste filmpje over. Maar ik wil wel waarschuwen dat het interview niet geschikt is voor jongere kijkertjes. Hmm. Omdat Krogus vakantie is. Dus ik denk dat die nu beter afstemmen op Jammers de reporters. Oké. Mr. Affleck or Affleck? Yes, sir. What's Mr.? Wow. What do I owe? That's great. That's courtesy. I'm polite. You're very kind. Is it Affleck or Affleck? Affleck. Affleck. It's a strange name. It's a Scottish name, actually. Oh, yeah. And in Scotland, it was it used to be spelled in a sort of very Baroque way, A-U-C-H-E-N-L-A-U-G-H. And I think when my Scottish ancestors came over to the United States, the United States was very good at dumbing things down. You know what I mean? Yeah. They were like, nope, too long, too complicated. Yeah. And so it turned into Affleck. Yeah. In Belgium, it's actually Affleck, a rather ugly word, usually in a sexual... Really? What does it mean sexually? Well, no, I can't say that. You can say now, we can put it in. It means blowjob in Belgium? No, I'm like, what's my name? Otto bitch, what's my name? Anyway, it's a good name. Ben is a good name. Ben is a good name. Ben blowjobs are great. Ben Cunnilingus, apparently, is my name in Belgium. I gotta go! Erik, zou het kunnen dat jij een verderfelijke invloed hebt op die Hollywoodsterren die je gaat interviewen? Ik weet het niet, maar ik ben wel op de vingers getikt voor dit interview. Want tijdens een internationaal congres van DreamWorks, dat is de firma die deze film produceert, zijn er naar verluid bedenkingen geuit over het niveau van de Belgische vragen. Ah ja, echt waar. Ja. Begrijp jij dat nu, Axel? Wat is het raarste dat ze ooit aan jou hebben gevraagd? Dat is nog niet zo lang geleden. Hoe groot is uw lied? Vroegen ze aan mij. Niet voor te lachen. Iemand kwam gewoon voor mij staan en die zei hoe groot is het. En dat was geen interview. Nee. Gewoon iemand. Iemand die dat gewoon kwam. En wat heb je gelogen? Ik heb iets gezegd in een trend van dat zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen. Ah ja, zeer goed antwoord. Maar hoe zit dat nu, Erik? Ga je niet meer binnen mogen in Hollywood? Kan dat problemen veroorzaken voor je rubriek? Well, in principe niet, want ik zeg altijd dat ik Roland Lemay ben. Dus, treffende gelijkenis, inderdaad. Maar vertel eens, die Ben Piper, is dat echt een seksmaniak? Of doet hij maar alsof om jou ter wille te zijn? Dat weet ik niet, maar er wordt wel gezegd dat die beruchte relatie met Jennifer Lopez,
Amai. Dat die zo lang geduurd heeft omdat Ben Affleck geweldig goed is in bed. Ben Affleck is de Titanic onder de minnaars, heeft J-Lo ooit gezegd. Wat een beetje vreemd is, want de Titanic was weliswaar een groot schip, maar het is wel gezonken. Maar ze bedoelden het goed. Maar het kan toch niet alleen voor de seks zijn dat hij zo populair is, want dan zou Geert Bourgeois ook populair zijn. Nee, hij is ook een extreem vlotte babbelaar. En dat, volgens bepaalde studies vinden vrouwen dat het absolute einde. Een man die goed is in bed, maar waar hij achteraf ook nog een deftig gesprek kan voeren. En ik weet niet of die studies kloppen, maar ik weet in ieder geval uit persoonlijke ervaring, voor slechte seks en vuile praat staan ze niet in de rij. Behalve dan Meets Met en de dingen. Ja, uiteraard. Ja. En hoe zit dat eigenlijk bij jou, Mark? Ja, dat wou ik nu ook wel eens weten. Voer jij lange gesprekken na de seks? Of zet jij direct de radio aan om te horen wat de Malinois gedaan heeft? Nee, ik ga het eerlijk zeggen, ik ga na de seks altijd recht naar huis. maar hoe zit het eigenlijk? Komt er nog een filmpje? Of, Er komt een filmpje. Ja. I must say you're like what they call in Belgium a tetterer, a very fluent talker. Have you always been like that? Tetterer, yeah. you know, I don't like to talk about the emotional issues or my feelings, but I like to joke around, have a good time. Yeah. But let's get back to what my last name means, Fleming. Yeah. Is it cocksucker? No. That's not what it is. It's also a football term. When a guy plays like a coward, they say, I stole a Ben Affleck. That's what they say in Antwerp. Really? He's always before the goal. I'm a cowardly football player. He doesn't come back. Jesus fucking Christ. He's an Afflecker. Yeah. He's an Affleck. No wonder my picture's bomb over there. I changed my fucking name. But what does the sexual thing mean? It's going down on a woman? I mean, is that what it means? Not blowjobs. Well, if sometimes they say the reason that you're successful in Belgium has to do with your last name. But I just want to know what it means. I'll tell you when the thing is fair. Als tot op de Affleck. Axel, kan jij dat vertalen voor mij? Dat is voetbaltermen zeker, hè? Ja. Nee, ja? Nee, dus dan kan ik het niet vertalen. Nee. Nou, betekent dat iets? De Affleck? De Affleck? Aflakje? Oké, dat hebben we begrepen ondertussen. Maar, het is een voetbalterm voor een speler eigenlijk die niks uitricht en die vooral voor het doel van de tegenstander blijft hangen. Bij ons heet dat gewoon als dat offside. Ja, nee, maar ik heb het over niet-officiële wedstrijden met vliegende kepers en zo. Ja, dat soort, goeie raad, Erik, als je nog eens kippers ziet vliegen, verander dan gewoon eens van medicatie misschien, hè. You know, you're very popular around the world. You're voted sexiest man alive in 2002, I think. Not in 2003, I think. No, it's Johnny Depp. Deep down to me. He's sexy though. But do you have? I mean, you look perfect. To all of us regular. You like to guys. Abuse my womanhood, I have a feeling. But do you have flaws? Like, let's say. I mean, apparently my name means coward in Flemish, among other things. Yes, of course I have flaws. I have many, many flaws. I try to deal with them. I get scared, I'm insecure. Cellulite on your butt or? I don't have any cellulite on my ass yet, but when I do, I'll let you know. I'll come over and we'll have a Flemish photo shoot. Okay. All right, thank you very much, Mr. Affleck. Thank you. Mr. Affleck. Okay. Oh, really? Ah. Wat heb je hem daar uiteindelijk dan gezegd? Wel, ik heb hem gezegd dat ik ook een toepetje draag. Ah, ja. Ik mag hier vanavond met Marcel van Tilt zitten praten. Jij met Cindy Crawford. Mag ik zeggen dat de wereld niet eerlijk in elkaar zit? Ik heb een mooie pukkel, hè, jongens. Ja. Hier. Ja. Mooi moedervlekje. Ja. Ik ook. Aflaflak, kijk. Ja. Nee, dat is wellicht zo. En ik zal heel eerlijk zijn, Mark. In ticht is ze nog mooier dan op de posters die boven uw bed hangen. Boven mijn bed hangt alleen één poster van de Malinois toen ze de Europa-beker hebben gewonnen in 88, meneer Van Looy. Een vergeelde poster dus. Ja. Zullen we het even hebben over de posters van Koen Krukke die boven jouw bed hangen? Nee. Nee, helemaal zo. Nee. Een beetje de vrouwelijke Koen Wouters, zouden we kunnen zeggen. Dat zouden we kunnen zeggen. Met het verschil natuurlijk dat Koen bijvoorbeeld voor die Humo-cover zijn achterwerk moest laten ontharen. En dat is bij Cindy, neem het van mij aan, niet echt. Heb je haar achterwerk gezien dan? Nee, maar de rest wel. Miss Crawford, or can I call you Cindy? Can I call you Cindy? Yeah, I'm Eric. But okay. Don't call me Eric because don't call you Eric. No, because nobody knows I'm here. Okay. Of course. I have a very indiscreet question that's been bothering me for years, and it is: do you wake up looking like this? Yes. Really? Yeah. Because I don't. No, I always say that I wish I woke up looking like Cindy Crawford too. I mean, believe me, I have mornings. My husband, fortunately, and my children now, they think I look the most beautiful the way I look in the morning.
But I wouldn't want to have my picture taken. But you use a tiny bit of makeup and perfume. Can I smell your perfume? Yeah, sure. It's good. Thank you. It's your own brand? Yes, it's your own it brand. Is. Yeah. Thank you. Yes. Can you guess which famous perfume I am wearing? Oh, I don't know. No. Are you wearing it? No, it's true. It's actually my natural odor. Yeah. But it's good, it's good. It's very good. Yeah. I should bring it on the market sometimes, I think. Stroop, hoestsiroop zeker. Ja. 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 Ze vond het lekker. Nou ja, okay. Marcel, vertel eens, heb jij parfum op of heb jij ook een natuurlijke geur die zeer aantrekkelijk is? Gezien ik vandaag al 5 interviews gedaan heb voor Eurosong, begin ik zeer naar de Vlaamse pers te ruiken eigenlijk. Ze heeft ook 2 kinderen en vroeger is ze heel lang samen geweest met Richard Gere. Ja. Trouwens ook een van de mooiste vrouwen ter wereld. Dat is die pikkenees van Bart Somers, ja. Die man zijn hoofd. Die zit er goed. Er wordt trouwens rare dingen gezegd over dat huwelijk. Er werd soms gezegd dat het een verstandshuwelijk was om te verbergen dat Cindy voor de vrouwen was en de Richard voor de mannen. Doet er over die Richard Gere niet een of ander verhaal de ronde? Iets met een hamster? Ja. Met de hamster van Hugo Coveniers. Nee, er is inderdaad een gerucht, of er is een hardnekkig gerucht, dat Richard Gere ooit seks zou gehad hebben met een hamster. Ja. En ik kan dat natuurlijk niet precies uitleggen, omdat we hier op TV1 zitten. Maar het is een techniek die ooit nogal populair was in de homokringen van Los Angeles. Maar niet bij hamsters. Nee. Dat is niet zo leuk. In Los Angeles? Maar heb jij niet in Los Angeles? Ja, ik ken het hamsterfenomeen persoonlijk. Heb je zelf ook gehamsterd? Ik heb zelf niet gehamsterd, maar ik heb mensen zien hamsteren. En ik kan u bevestigen, hamsters vinden het echt niet leuk. Nee, ze zijn achteraf ook niet te spreken, ook omdat ze niet meer kunnen spreken. Heb jij ooit een hamster gehad, Erik? Ik heb eens iets geprobeerd met een hamster, maar ik kon ze niet krijgen. En er is... Okay, Miss Cindy, Miss Crawford, I was very happy to meet you. Thank you. Thank you. Good luck. Can I kiss you goodbye to sure. Impress my friends? Why not? Okay, good. Thank you. Oh, 3. I'm sorry. No, in Belgium. I'm like, in Belgium, how many is it? No, we keep kissing till the woman says stop. Sometimes it takes hours. But now we are. It's Omega. We have. Yeah, you're on a time schedule. That's true. Okay. Thank you very much. Okay, thank you. Thanks. Sorry for the silly. No, it's all right. Breaks things up. Everything's different. Ja, dat was Cindy's manager die mij geweldig grappig vond. En dat, ja, ik scoor altijd goed bij loesje types. Miss Murphy or... Brittany, can I call you Brittany? Okay. Yes, I would love that very much. You can call me Eric or Sexy Beast. Sexy Miracle, please. Proceed with caution. I've interviewed you once before, actually, and I was... You remember? And I was quite impressed by you. Okay. Yeah, but I went through therapy and now it's all over. It's better. Okay. Come on. Anyway, you were slowly becoming a big movie star. Thank you. Yeah, you're a big movie star. Sexy Beast. Yeah. But Mr. Beast. But do you recommend being a movie star? I recommend it for anyone who has a passion for the arts, I have a passion for it, but I think there are drawbacks. Like, I like to lie on a couch watching sport weekend. Can you be lazy and be a movie star? Not on the job. No. Well, you can't be a lazy actor. No. Although, I mean, you can. There's tons of them. My second drawback, I'm not cool or sexy. Do you know any actor who's not... Who's not cool? Me and myself. I don't have the feeling that I'm cool. I'm not cool. The only thing cool about me is that I know I'm not. Ah, yeah, that's cool. So, you know, maybe that means that you're cool, too. I'm gonna think about that later. I'm thinking so. Okay. Zielig ventje. Is dat een filmster of is dat een greppelslet? Nee, Mark, dat is echt een filmster. Ah, echt waar. Katja, maak jij dat mee dat journalisten jou tijdens een interview al proberen te versieren of is dat pas daarna? Dat gebeurt soms. Tijdens het interview? Ja. Tijdens de laatste show. Nee. Ze heeft nog vreemde verwanten, want ze is ook verre familie van Gypsy Rose Lee. En Gypsy Rose Lee was in de jaren 30, je ziet ze daar, ze was in de jaren 30 een zeer beroemde striptease danseres. En nu zie je natuurlijk elke week vrouwen strippen op de cover van P-magazine, maar toen in de jaren 30 was dat nog iets heel speciaals. Wanneer zien we jou nog eens in P-magazine? Erik, ik stel hier de vraag. Wanneer zien we jou nog eens in P-magazine? Zoals ik al zei, foute vraag. Foute vraag? Ja. Niet dus. Niet? Echt niet? Oké.
Tevreden, Erik? Ja, zeer. Niet. Zeer tevreden, ja. Heb je nu eigenlijk nog een filmpje en ga je je gedragen? Ja, ik heb nog een filmpje. En nee, ik ga me daar niet in gedragen. I did a lot of research and I found out that we have a lot in common. Is it true that that you don't have a driver's license? Yes, you don't either. Well, I have one, but it took me a long time to get it. Thank you. And I still ride like a turtle on the right side you of the road. You give me great hope. Thank you, Eric. Is it true that you're a distant relative of Gypsy Rose Lee, the famous trooper? From what I understand, yeah. Yeah. My great-grandfather was an exhibitionist, so that's oh, really? Okay, well, there we go. Okay. We have a couple things in common. Miss Murphy, will you call me if you need a ride, or...? Well, Eric, if I need someone to teach me to drive like a turtle, I assure you, I will call you first, I promise. Okay. Can I kiss you goodbye? I would be honored. Okay. Thank you. Okay, thanks a lot. He's lovely. Ik had al gehoord dat die filmsterren dat die allemaal aan de drank en aan de pillen waren, maar dat het zo erg was, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Kun je je voorstellen, Katja? Dus hij wordt daar ook nog voor betaald, hè, voor die film. Zo laag gevallen dat je nu al de neefjes van de sterren moet gaan interviewen. Ik vrees het. Ik ben daar vele mensen gaan aanbellen, maar Michael had al bezoek. En Janet Jackson wilde haar kleren niet aanhouden voor het interview. Het zijn dus de neefjes geworden, maar die draaien ook al vrij lang mee in de showbiz. Bijvoorbeeld 10 jaar geleden, of in 96, een top 10 hit gehad, ook bij ons, met de single Anything. En ik dacht vooral dat zij misschien de geheimen van Janet en Michael konden ontsluieren. Maar zijn zij echte familie of doen zij maar alsof? Nee, ze zijn, het zijn de zonen van Tito. En dat is niet de voormalige president van Joegoslavië, maar een van de vele broers van Michael. Is het eigenlijk 3T of 3T's? Het is 3T. 3T. Ja. Ja. 3T's zou belachelijk zijn om te zeggen. Ja, en 3G's vonden ze dan weer iets te veel op Jackson. Ah, ja. Dus 3T is de naam. En hoe heten die neefjes van Michael Jackson? Kwik, kwak en kwik. Ah, ja. Nee, of zoiets. Of zoiets. Ja, laat maar een filmpje zien. Okay. TJ, but I don't know who is who. Actually. Tosh. Yes. TJ. So you're TJ. Yeah. Yes. I'm EVO, Eric Fellow. EVO. Yeah, it's my rap name. but it's rather confusing, the three of you. But what about the family situation? It's like Tito is your dad. Yes, mm-hmm. Tito is our father. And Michael is your uncle. Uncle Michael, as I say in Flemish. Janet is like our aunt. 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 Tante Janet, they say. Yes. In Flemish. We have one family like that in Belgium. It's called the Pfaffs. Everybody's talking about them. But does it sometimes really happen that Janet is there and Michael is there, Latoya and Bubbles, or what was the name? No, Bubbles, no. Bubbles is not there. No. Yeah. Bubbles is dus de enige naap die er niet bij is op die familie. Maar ter zake, Erik, die onkel Michael dus, daar zeggen ze waarschijnlijk geen verkeerd woord over. Nee, want volgens hen is hij een heel lieve en ook heel grappige man. Dat weten wij niet. Hij zou heel vaak gekke bekken trekken. Hij verstopt bijvoorbeeld voor de grap al eens zijn neus. Enfin, dat zeggen zij niet, denk ik erbij. En zijn lievelingsspeelgoed, en dat is dan echt waar. Ja. Zijn lievelingsspeelgoed is smelly perfume. En dat zijn van die flesjes die eruit zien als echte parfumflesjes, maar die als je ze opent naar rotte eieren ruiken. Dus het is eigenlijk een soort Jacques Vermeire, maar dan lelijker. De volgende vraag gaat over dansen, omdat ik de dansen van Michael Jackson, daar ben ik persoonlijk nogal een fan van. De moonwalk bijvoorbeeld, ik vind dat heel mooi. Ik vind het wel altijd heel vreemd dat hij zo zelf naar zijn kruis tast. Maar ja, als hij het iemand anders laat doen, heeft hij een proces aan zijn broek. Filmpje over dansen. Filmpje over dansen, oké. In Belgium we have a lot of bad dancers. I don't know what it is about. I'm one of them actually. Why is it you think that many men dance so badly? I think for most men they dance just to please the girl. I think that's that's part of the problem. They go to the clubs and just go out on the floor just to be around the women. So. I don't even do that. But Kunnen die neefjes eigenlijk dansen? Nee, maar ze zijn wel heel sportief, zeggen ze zelf. We grew up playing soccer, baseball, basketball, all the sports. Yeah. And you know any jokes about competing teams like? No. Yeah. Can you enjoy corny jokes? Yeah. You don't have to laugh, huh? You don't have to be polite. Just tell us when to laugh. What do you do? Just kidding. What do you do when a Beerschot supporter throws a grenade at you? What do you do? When a Beerschot supporter throws a grenade at you. You pull out a pin and you throw it back. Yeah. Ah, nice.
Heb je ooit harder moeten lachen in je leven, Sergio? En maar ik ken nog een slechtere mop. Is dat, ja, vertel ze maar. Je wordt er tenslotte voor betaald. Niet veel gelukkig, maar... Weten jullie, Mark, Sergio, waarom een Beerschot-supporter geen autobus kan opblazen? Geen idee. Hij verbrandt altijd zijn mond aan een uitlaat. Ja. Ken jij er ook in dat genre, Sergio? Niet bang zijn, hè? Doe maar alsof je in HTND zit. Ja, dit is wel een heel gevaarlijke mop die je hebt verteld. Hè? Ja. Ja, dat is waar. Zomorgen maar een Beerschot. Het is ook geweldig goed gekomen, Mark. Oké. Okay. I personally learned from Marco Borsato that the world would be a much better place if we would kiss and hug each other a little more. Shall we start right now, concluding the interview? Thank you very much. Let's have. There's your hug. Yeah. Thank you. Thank you. And good luck with the album. Thank you very much. Thank you very much. I know. I'm still thinking. I'm really am. It's very good. Mark, Sergio. Three T's. Ja, het is nu bewijs. Het is nu bewezen, Mark. Ik ben nu ook bepoteld door een Jackson. Ik heb al met Jeff Vermasse gebeld om het een en ander te regelen. Dat is goed. Ga je nu eindelijk iets serieus vertellen, Erik? Moet dat, Mark? Volgende week misschien? Volgende week misschien. Volgende week. Nee, ik mocht niet terug binnen, maar ik mocht wel Queen Latifah interviewen. En dat is een andere actrice uit Chicago, die overigens ook genomineerd is voor de Oscars. En ook geweldig sexy, mag ik voor jou hopen? Nee, want ze heeft een beetje het postuur van Jean-Luc Dehaene. Maar veel minder manieren, vrees ik. Minder manieren dan Dehaene? Ja, toch wel. Ja. Maar we kunnen misschien eens kijken, het is... Ja, het is wel, ik mocht alleen nog maar ernstige vragen stellen. Dus het gaat erover dat ze heeft leren zingen onder de douche. Geweldig. Het is nogal ernstig, vrees ik. The shower was the original karaoke. You know, it's the Alcoholics Anonymous version of karaoke. Because you don't have to get drunk to sing in the shower. You just wash yourself. And you get a nice little echo and the hall sound. It's great. That's and the audience, think yeah. They can really go and sing. Personally, I learned to sing when my private parts got caught in my zipper, like 5 minutes ago. Where did serious? You? No, not really. Really? Yeah. Like the movie Something About Mary? Ah, yeah, should that's we? True. Yeah. And in fact, I see something in your hair. No, it's not really? True. Yeah. I like him. Yeah. You should have called me. I would have loved to come in there and check that out. Okay. Next time you get your private call in your zipper. It's going to happen again. Give me a buzz. Minutes. Yeah, okay. You're a strong man. You're a strong man. Yeah, that's the problem. Yeah. Breaking zippers left and right. Okay, the movie. Balls of steel. Oh, wow, see, I might want to get with a Belgian. You gotta get me a Belgian man. Them some strong kids. It's a boy. It's definitely a boy. Okay, I gotta leave you. I'm so miss sorry. You ever yeah. so much. Yeah. Hey, you stay strong. Yeah. Nu vlieg je niet buiten, nu stap je het zelf op. Ja. Het was hoog tijd volgens mij.